Dit is proef 2, klasse BB, Tessa en Verona. Gereden tijdens de storm Dennis. In de proef was om 3:30 en toen kan ik je vertellen dat er heel veel herrie was. Gejureerd door J.M. Boudens. Ik geef eerst eventjes het complete commentaar onderaan. Dan kunnen we in de proef even meekijken wat we daar zelf van vinden. Het puntentotaal was in de BB 154,5. En dat voor een motivatierubriek. Er staat meer controle, te vaak mond open en tegen de hand, tong uit mond. Moet meer harmonie zijn. Advies, bitfitter laten komen. Verona wordt jaarlijks nagekeken op haar bit en we hebben 2 bitfitters al gehad. Ze heeft een heel simpel bit eigenlijk, dus ja, ik weet niet wat we daar dan nog aan zouden moeten doen. Daarnaast heeft ze een zeer ergonomisch hoofdstel dat alle drukpunten probeert te ontlasten. Dus ik denk dat we wel heel veel al doen voor haar. Tessa, voor je proef te rijden moet je echt netjes op de letters rijden en heel goed de hoek inrijden met altijd de juiste stelling. Als het misgaat, niet afreageren op paard, denk ik dat er staat. We gaan even kijken of Tessa daadwerkelijk afreageert op Verona. Ik zie dat eigenlijk nooit bij haar. Maar goed, de jury ziet wellicht dingen die ik niet zie. Dus ik nodig iedereen uit om mee te kijken naar deze proef. Met alle cijfers erbij en daar dan zelf even iets van te vinden. We beginnen met AXC, binnenkomen in arbeidsstraf. C op de linkerhand. Krijgt ze een 4 voor naast AC plus tong uit mond. Je moet even opletten op de bakletters. Je ziet hier de 2 A's achter elkaar die niet helemaal recht achter elkaar staan. Ze moet op C rijden, dus op zich zou ze toch recht moeten zijn. E, afwenden, arbeidsstap. Krijgt ze een 4 voor tegen de hand. En dan B, rechterhand en arbeidsdraf. Krijgt ze ook een 4 voor slordig verkeerde stelling. AXA, grote volte. 4, te klein en slordig. Nu de volte, is te klein en slordig. Al dus de jury. Tussen A en K, overgang arbeidsstap. 4, duurt te lang. Grof in de mond krijgen we nu. KEB, halve grote volte. Na enkele passen paard de hals laten strekken. Voor B, teugels op maat. 4, draaft spanning. Dan tussen FAK arbeidsdraf, daar krijgt ze een 6,5 voor. Dan KXM van hand veranderen, bij M doorzitten, krijgt ze een 4 voor, tegen de hand, verkeerde stelling in de hoek. C, grote volte, arbeidsgelop links aanspringen, 5, tegen de hand en scheef. C, hoefslag volgen, overgang arbeidsdraf, hier krijgt ze een 6 voor. En dan voor E, arbeidsstap, een 5, te veel hand. EF van hand veranderen, F arbeidsdraf doorzitten, 5, niet hoek ingereden. A, grote volte, op de volte arbeidsgelop, rechts aanspringen, een 4, te klein, tegen de hand. A, hoefslag volgen en arbeidsdraf, een 4, tegen de hand trekken. Voor E arbeidsstap, een 6. En dan E afwenden, B linkerhand en overgang arbeidsdraf. 4, spanning te vroeg in draf. CXC grote volte, een 4, spanning tegen de hand.
En dan krijgen we HXF van hand veranderen. Hier krijgt ze een 6,5 voor. EBE halve grote volte, een 5, verkeerde stelling. En daarna krijgen we tussen F en A overgang arbeidsstap. Daar krijgt ze een 7,5 voor, daar staat achter wel ontspanning. En dan krijgen we tussen F en A arbeidsstap. En dan krijgen we A afwenden, tussen X en G halt houden en groeten. Hier staat dan naast de AC-lijn. Ja, wij zitten niet in het juryhoekje, dus dat kunnen we denk ik niet zo goed beoordelen. Vervolgens stap 6,5, draf 6,5, galop 6, impuls 5, contact en verbinding 4, rechtvaardigheid en harmonie 5, effect van hulp 5, houding en zit 6, verzorging van het geheel 8. Wat resulteert in 154,5 punten.